Hi daar, dit is Pim Jansen en in deze video wil ik het eens met je hebben over stress. En voornamelijk, hoe zorg je nou ervoor dat je minder stress krijgt? Want onze westerse beschaving, of we nou in Nederland kijken, of in Europa, of in Amerika, of andere westerse landen, al die landen zitten vol met stress. Als je in Nederland kijkt, hoeveel mensen er wel niet een burn-out hebben, of met depressie te kampen hebben, of met andere dingen te kampen hebben, die heel vaak terug te leiden zijn naar stress. Dan is het een gigantisch probleem in onze maatschappij. Bedrijven verliezen er miljarden aan, maar nog veel erger dan dat is dat gigantisch veel mensen zich daar iedere dag onder gebukt voelen. Gigantisch veel mensen zich iedere dag lang niet zo goed voelen als dat ze zich zouden horen te voelen doordat ze stress hebben. En we kennen het allemaal. Of je deze video nou specifiek kijkt omdat je last hebt van stress, of dat je deze video zomaar toevallig hebt aangeklikt, ik weet zeker dat je herkent dat je wel eens stress hebt in je leven. Want we hebben vandaag de dag allemaal wel eens te kampen met stress. Alleen gelukkig zijn er wel manieren om die stress te verminderen en om ervoor te zorgen dat je in ieder geval zo min mogelijk last hebt van stress. Dat je zoveel mogelijk die stress in je leven kan loslaten. En in deze video wil ik je een aantal van mijn belangrijkste tips, een aantal van mijn beste inzichten geven voor hoe jij stress in jouw leven het beste kan loslaten. En allereerst, de eerste tip die ik je wil geven is: maak je geen zorgen meer over dingen die niet belangrijk zijn. Als je stress hebt om dingen die daadwerkelijk echt een verschil kunnen maken in je leven, nou oké dan. Alleen hoe vaak hebben we niet stress over dingen die eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn? Mensen die op vakantie gaan en zich van tevoren zorgen maken over of ze alle tickets wel hebben, of ze het huis wel goed hebben afgesloten, of ze wel op tijd gaan aankomen, wat ze allemaal specifiek gaan doen, of de route wel klopt. Ja, mensen die gaan op vakantie en die komen soms met meer stress terug dan dat ze heen zijn gegaan. Dat is niet de bedoeling. Als ik op vakantie ga, dan heb ik zoiets, oké, nu doet het er even niet meer toe. Ja, ik kan me genoeg stressen over mijn dagelijks leven, over mijn werk. Er zijn genoeg dingen die ik normaal moet organiseren, waar ik over na moet denken. Als ik op vakantie ben, dan laat ik dat gewoon los. Dan heb ik zoiets, dit is even mijn moment om de controle los te laten. En om de dingen die niet zo belangrijk zijn, ook gewoon even te accepteren dat ze niet zo belangrijk zijn. Je hoeft niet alles te controleren. Je hoeft niet overal je mee bezig te houden. Vaak is het zo dat mensen bijvoorbeeld moeite hebben om keuzes te maken. Dat kan zijn in de supermarkt, de keuze van wat ga ik nu kopen? In een restaurant, wat ga ik voor eten bestellen? Of allerlei vragen die je van dag tot dag krijgt. Dat soort keuzes, maak die gewoon zo makkelijk mogelijk, want het is echt zonde. Dat soort keuzes die verdienen het gewoon niet om daar stress over te hebben. Als je daar al stress over gaat hebben, moet je je voorstellen hoeveel stress je dan ervaart als je werkelijk serieuze obstakels en problemen in je leven krijgt. En die ga je ook krijgen. Bewaar je stressreservoirs gewoon voor de dingen die er echt toe doen. Als er iemand die je lief hebt overlijdt, of als jij ziekte krijgt of als je ontslagen wordt. Oké, dat zijn dingen, daar kan je over gestrest zijn. Maar zorg dat je in ieder geval al die andere dingen loslaat. En mijn tweede tip die daarbij aansluit, om ervoor te zorgen dat je die dingen loslaat, is: zet dingen in perspectief. Als jij problemen ervaart van dag tot dag, stel jezelf dan de vraag: gaat dit probleem ertoe leiden dat ik of iemand waar ik van hou zal sterven? Nee? Oké, dan laat ik de stress over dit probleem gewoon even los. En dan ga ik gewoon eens kijken hoe ik nou kan accepteren dat dit probleem nou eenmaal zo is. Want ze zeggen wel eens: verander de dingen die je niet kan accepteren en accepteer de dingen die je niet kan veranderen. Dat is een statement waar ik zoveel mogelijk bij probeer te leven. Als ik ergens niet tevreden mee ben, oké, dan ga ik mijn best doen om te veranderen. Maar bij sommige dingen merk je gewoon van: op dit moment kan ik het niet veranderen. Op dit moment wil ik het niet veranderen. Op dit moment twijfel ik nog, zal ik het wel of niet veranderen.
als je ergens over twijfelt, accepteer het gewoon voor nu. En accepteer dat je altijd later de keuze nog kan maken. En stel je twijfelt van, ja, word ik nou eigenlijk wel gelukkig van de baan die ik nu doe? Of moet ik eigenlijk een andere baan vinden? En je bent iedere dag ben je daarover aan twijfelen, ben je aan het denken, ja, zal ik het nou wel, zal ik het nou niet? Beslis dan gewoon voor jezelf van, hé, maar zolang ik deze baan nog heb, ga ik het met volledige passie en volledige overgave doen. En als ik op een gegeven moment echt het gevoel heb van, hé, ik ga hiermee stoppen, dan ga ik die keuze ook 100% maken. Dus dan maak ik ook in één keer de keuze van, hé, oké, het is klaar, nu is het mooi geweest, nu ga ik ermee stoppen. En op die manier maak je de keuze zo kort mogelijk. Want het heeft helemaal geen zin om een jaar lang gestrest te zijn over, oh, ik zou graag een andere baan willen hebben en ik word hier niet gelukkig. Nee, als je dat een maand moet doen, dan is het meer dan genoeg. Dus maak die keuze, maak dat zo kort mogelijk en accepteer de dingen die je niet kan veranderen en verander de dingen die je niet kan accepteren. En mijn derde en laatste tip om minder stress te ervaren in je leven is: geef jezelf positieve feedback. Een van de dingen waar mensen gigantisch veel stress over ervaren is over hun zelfbeeld. Over een bepaalde vorm van onzekerheid. Kan ik iets wel, kan ik iets niet? Ben ik ergens wel goed in, ben ik ergens niet goed in? Ben ik wel goed genoeg? Ben ik het wel waard om van gehouden te worden? Nou, het zijn allemaal soms best wel diepe vraagstukken waar je aan de slag mee kan gaan door bijvoorbeeld in coaching. Ik help in coaching, help ik mensen met al dit soort vraagstukken om hun eigen zelfbeeld helderder te krijgen, waardoor ze ook direct minder stress ervaren. Maar waar je nu praktisch al mee kan beginnen, is om in ieder geval jezelf positieve feedback te geven. Als je iets doet, wees daar dan trots op. Want kijk, bijvoorbeeld een tijdje geleden toen werd ik gevraagd in een show. En daar was ook een dame die was zangeres. Die kon hartstikke goed zingen. Alleen achteraf, na de show, maakte ze zich eigenlijk zorgen van, hé, maar was het eigenlijk wel goed genoeg? En als dit nu online wordt geplaatst op YouTube, kan dat wel? Of gaan mensen dan denken dat ik eigenlijk niet goed genoeg ben? En het had eigenlijk nog beter gemoeten. Straks gaan 100 mensen dit zien en dan vinden ze het misschien niet goed genoeg. Besef gewoon, dat soort dingen doen er eigenlijk niet toe. Ik heb inmiddels misschien 200 video's hier op YouTube gezet, die soms door 10.000 mensen bekeken zijn. En wat voor verschil maakt het uiteindelijk? Als het niet goed genoeg is, kan je het altijd weer weghalen. Maar als je er gewoon trots op bent, als je zoiets hebt van, hé, ik doe mijn best. Ik doe alles wat ik kan om mijn dingen zo goed mogelijk te maken. Ik oefen zoveel mogelijk. Ik denk na over hoe kan ik mijn ideeën zo helder mogelijk overbrengen. Ik lees boeken. Geef jezelf dan gewoon die positieve feedback. Als je doet wat nodig is om steeds beter te worden in datgene wat je doet, wees er dan gewoon blij mee. Want echt, hoe vaak mensen zichzelf wel niet afkraken wanneer ze iets doen of nadat ze iets gedaan hebben. En dat het toch telkens weer niet goed genoeg is. Ja, logisch dat je dan stress gaat krijgen. Als je jezelf gewoon die positieve feedback geeft, ook al maak je maar een kleine stap, als je zelf gewoon vertelt van, hé, maar als ik morgen nog een iets grotere stap zet, de dag daarna nog een iets grotere stap, de dag daarna nog een iets grotere stap, dan kom ik er wel. Consistentie is zoveel belangrijker dan dat het in één keer goed moet zijn. En de meeste mensen zijn continu maar gefocust op, oh, het moet in één keer goed, het moet in één keer perfect. En als ik het niet in één keer perfect doe, dan klopt er niks van en dan ben ik gefaald. Ja, zo ga je nooit ook maar iets bereiken in je leven en voornamelijk zo ga je heel veel stress ervaren. Zeg gewoon tegen jezelf, hé, het hoeft allemaal niet in één keer. Het belangrijkste is dat ik consistent mijn doelen volhoud, dat ik consistent ga sporten of dat ik voor mezelf consistent dit soort video's maak. En ik geef mezelf gewoon iedere keer positieve feedback. Ik zeg gewoon iedere keer tegen mezelf, hé, dat heb je weer goed gedaan. Wat fijn dat je weer een toffe video hebt gemaakt. En weet je wat dan het geheim is? Of die video uiteindelijk nou goed is of niet. Ik vind het leuk om te doen. Daardoor maak ik veel video's. En als ik 500 video's verder ben, dan zijn die video's toch 100 keer zo goed als dat ik nooit een video had gemaakt. Dus op die manier hou je het voor jezelf leuk, ervaar je minder stress en bereik je ook nog eens meer in je leven. Want we zijn nou eenmaal een maatschappij van high achievers.
We willen met z'n allen, zeker de jonge generatie, we willen met z'n allen de wereld veranderen. En dat is hartstikke goed als we daarbij maar niet al te veel stress ervaren. Want dan lopen we ons in één keer kapot en dan uiteindelijk kunnen we helemaal niks bereiken. Dus, dat waren mijn 3 tips om minder stress te ervaren in je leven. Ik ben heel benieuwd, allereerst, hoe kan je deze 3 tips praktisch toepassen? Dus laat me weten in de reacties onder de video. Hoe zou jij deze tips praktisch in jouw leven willen toepassen? Wat kan je ermee? En vervolgens, wat zijn jouw tips? Wat zijn de dingen die voor jou het allerbeste werken om minder stress te ervaren? Wat zijn de tools die jij zelf gebruikt? Uiteraard ben ik daar ook heel benieuwd naar. Dan kunnen we met z'n allen van elkaar leren. Dus laat ook jouw tips om met stress om te gaan achter in de reacties hieronder. En als je dit waardevolle informatie vindt, abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal. Ik zie je weer een volgende keer. Ciao.